kom ik thuis en zit ik te denken. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En wat ik nu ga doen is lekker hier een bakje koffie zetten. Ik heb al eentje al gezet. En ben net wezen editen. Alleen, ik weet niet wat het is. Maar mijn geheugen van mijn computer staat een beetje vol. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. En tussen de tijd dat ik ga kijken, ga ik nu even haar kammen. Dus we lopen even naar de badkamer. Dan ga ik lekker even snel even haren kammen. Oh, mooie dag. Nieuwe dag. Zonstralende dag. Nu maar lekker even klaarmaken om te werken. Ook vandaag. Lang een weekend gehad eigenlijk, om zo te zeggen. En ik heb deze korte shirt aan, maar dat is voor mij nu al een beetje te koud. Dus wat ik zo meteen ga doen is eigenlijk een vestje aantrekken. Dus ga ik dat zo meteen doen, want dan heb ik hem weer lekker warm. En ik zat net al te kijken om mijn telefoon bij PostNL, of die al onderweg is. En het pakketje van PostNL is nog niet onderweg, hij is bij PostNL niet aangekomen. Ik kan het zo app volgen van mijn camera. Dus, maar ik hou jullie op de hoogte hoe en wat. Dus gaan we nu even koffie zetten. En nou ga ik even zo heel af en toe even PostNL in de gaten houden. Ik heb even dingen gedaan, dat is de afwas. Moest even gebeuren. En toen ben ik daarna achter de computer te gaan zitten. En ik ben erachter gekomen dat het programma, die had ik per ongeluk verwijderd op mijn computer. Daarna opnieuw geïnstalleerd. Maar wat ik toen zag, toen zag ik, hè? Is dat hij helemaal vernieuwd is. Misschien is dat aan gelegen dat door dat een nieuwe update was van mijn edit programma, dat die daardoor zo raar deed. Dat die filmpjes soort van stil bleven staan. Misschien dat het daardoor aan ligt. Ik heb net zitten editen en ik had het vandaag helemaal geen last van. Ik doe nou iets fout. Maar ik had er vandaag geen last van en ik hoorde Kemper ook al even wil zeggen, ik doe iets fout. Wat doe ik dan fout? Nieuwe koffiepads. Oh jongens. Oh, dat was heet. Dus logisch, Sander, koffie is heet. Maar ik vergat de koffiepads in te doen, maar even terug te komen bij het programma. Is dat waarschijnlijk dus de editprogramma bewerkt moest worden, geüpdate moest worden. Dat die daardoor dat beelden zo apart deed. Ik denk dat daar ligt. Ik ga mensen hopen van wel. Dus de zorg eruit in ieder geval van waar het aan ligt. Maar ik denk dat ik nooit achter kan komen waar het aan ligt. En als ik nu zit te kijken, mijn vlog is bijna klaar met renderen. Gelukkig. Dat is goed nieuws. Nu maar even wachten tot hij klaar is. Nou, hij is 98%. Ga ik alleen nog even lekker koffie zetten. Klaarmaken om richting mijn werk te gaan. Het is bijna 11:30. Ja, ik zeg het. Zit dan nog. Ik zal het even daarna goed kijken. Of 12. Ja, klopt. Maar dus, ja. En even voelen of deze droog is. Ja. En dan ga ik vanavond weer een wasje draaien, man. Zo, waarom? Het moet echt nodig gebeuren. Dit moet echt gedaan worden. Ja. Ik ga alleen even kijken wat de meeste is. Ik denk niet over kleren meer. Hopelijk. Want vind ik wel hopelijk dat het alleen meer kleren is dan. Ja, handdoeken valt nog mee. Dat weet ik wel zeker. Want handdoeken heb ik niet zoveel. Ik heb al wat genoeg setjes, maar ik heb niet zoveel als kleren. Dat bedoel ik te zeggen. Dus vandaar. Dan gaan we nu even wacht op dat hij klaar is. Ik ben net klaar met werken en heb het eten gehad voor vanavond. Dat moet ook gebeuren, maar ik vlog nu zonder statief. En meestal als ik ga vloggen heb ik statief bij me. Ik heb het thuis gelaten omdat het is een beetje moeilijk om mij mee te nemen. Maar ik heb hier boodschappen en
ga ik dadelijk eten maken en wat ik ga eten, ga ik zo laten zien. Want ik hoorde al reactie dat jullie al leuk vinden. Maar ik vind het leuk om laten zien natuurlijk, om laten zien wat ik eten kook. Dus ga ik dan nu maar even eten koken dadelijk. En wat ik ga koken, ga ik zo vertellen. Het is in ieder geval lekker. Ik heb alsnog 2 keuzes, maar dan ga ik zo meteen vertellen waar ik ermee over bedoel. Dus gaan we nu lekker richting huis toe. En ik heb niet echt lekker gewerkt, maar het werkt weer gewoon algemeen. Dat de klanten gewoon te dicht bij je zitten. Ik kan er de hele tijd over hebben, maar ik weet niet of het heb, denk ik, helemaal geen nut. En ik merk wel, door deze dat ik met telefoon vlog, dat het veel wennen is dan met camera. Echt camera. En ik heb net zoals zitten kijken of die bij PostNL is. Maar dat duurt zo lang door deze crisis. Dat het nog veel langer gaat duren dan wat ik had gedacht. Dus ik denk binnen 2 dagen dat ik binnen zou komen. Dus ik ben benieuwd wanneer je er binnen kan komen. Maar we gaan het zien. Maar laten we nu ook maar richting huis gaan. Kom ik thuis en zit ik te kijken in de kast. Zie ik geen macaroni. Zie ik spaghetti. Ook geen spaghetti. Zit ik helemaal klaar te maken en het was slecht voorbereid. Wat slecht voorbereid voor mij. Ik gewoon in de kast kijken van, oh, ik heb nog wel macaroni. Ik heb nog spaghetti. Ook niet. Ja, dus goed voorbereid, want dat had ik niet meegenomen. Dus dan ga ik dat ook nu meenemen. Ga ik dus weer naar de winkel. Ga ik snel even spaghetti halen of macaroni. Ik ga allebei wel halen. En dan, zie ik wel. Dus kan ik nog gelijk even over nadenken of ik wat ga maken. Spaghetti of macaroni. Maar dat komt wel goed. In ieder geval. En dan ga ik wat eten ook in de koelkast zetten. En of ik ga een broodje biefstuk maken. Kan ik nog. Dan gewoon donderdag en vrijdag gewoon spaghetti of macaroni gaan maken. Dat kan ook nog. Dus ik heb 2 keuzes. 3 keuzes zelfs. 3. Helemaal top. Goed bezig, Sander. Maar alleen niet echt goed voorbereid dat je eten moest hebben. Maar ja, kan gebeuren. Zo, ik ga nu maar lekker eten koken. Wat ik ga koken is, ik zit nog steeds te twijfelen. Ik heb net boodschappen gedaan en die ga ik nu even uitruimen. Die is opgeruimd, alleen ik zit te denken tussen dit en dit eten te maken. Dus ik ga wel voor dit. Want dan kan ik dit even wat de andere keer opeten. Dus dan gaan we ook nu beginnen. Dus wat heb je allemaal nodig? Gehakt. Ik heb dan eigenlijk roerbakmix. Italiaans roerbakmix. Maar wat eigenlijk officieel doorheen hoort is runder gehakt. Ja, die heb ik. Een heel grote paprika. Gele paprika. Kleine courgette. Een cherry tomaat. Dus dat is het. Maar ik dacht, weet je, maak het uit. Maakt helemaal niet uit. Missen, dat maakt helemaal niet uit. Dus ik dacht, ik ga wel even een kleine roerbak mix groenten. Dus ja, dan gaan we nu maar beginnen met te koken. Dus waar we gaan mee beginnen, dat is gehakt in de pan. En dan gaan jullie van de rest allemaal zien hoe het dan erin gaat. Voordat we gaan beginnen, heb ik eerst even deze even vast ingedaan. Want dit is een veelheid voor een persoon. Dus dit is een veelheid voor 1 persoon. Maar ik denk dat ik voor 2 personen ga. 1 persoon. Dus ga ik dat ook even erin doen. Maar dan gaan we eerst met de gang beginnen. Klaar.
En die heb ik hier staan, helemaal boordvol. Ik heb al een bijtje harp genomen en het smaakt ongelooflijk super goed. Echt super lekker. Maar ja, ik ga dan lekker van eten. En tussendoor ga ik lekker YouTube bijkijken. En dat is en zo. En dan ga ik lekker eten erbij. Super lekker. Oh, ik vind het super lekker smaken. Ik hoop dat ik, wat ik gevlogd heb, wel super lekker goed uitziet. En wat zijn die, wat ben ik wel benieuwd naar. Zijn jullie meer van macaroni of spaghetti? Of helemaal geen pasta? Of helemaal allebei van deze twee niet? En wat is jullie lievelingseten? Voor mij is het natuurlijk pizza. Maar ik ben benieuwd wat voor jullie is. Vind ik lekker yoghurt, vla, slagroomvla te eten. En ineens komt Gaia nou maar helemaal mouwen. Gaia? Hey, wat is er met de mouwen? Hey, wat is er? Wat is er, jongen? Wat is er? Wat is er, Ganja? Wat is er? Die zit helemaal te focussen. Hier zit die bakje namelijk, met yoghurt. Heerlijk is dat. Maar Ganja wil er ook hapje van, hè Ganja? Dat is wel duidelijk genoeg, hè Gan? Je wil ook, hè? Ja, en ik heb een keer mayo gepakt, zodat die mayo trouwens begonnen. Hé Ganja, die hebben we ook hè, maar de kerk niet, het is niet voor jou bedoeld. Het is niet voor jou bedoeld en zoals jullie horen, horen jullie daar de was. En ik heb even kaart hier neergelegd, hier zo. Eentje van mijn vriendin, Sanne. En ik heb er dan ook nog van Glenda, twee. En eentje van mijn vader ook nog. Ook een leuke kaart. Ja. Laat ik dingen vallen. Oh, altijd handig ben ik. Maar en heb ik hier ook nog eentje trouwens? Van Glenda nog eentje? Topper, je bent jarig. Die vind ik al leuk hè. Eén ding, die zit er al op. En dat is dit. Maar, ik kan jullie vertellen dat ik morgen iets binnen kan krijgen. Misschien weten jullie al wat, maar... Ik hoop alleen dat het op tijd binnenkomt. Want wanneer komt er iets binnen? Dat is tussen 11 tot 1:30, als ik het heb. Ja, 1:30 komt dat iets binnen. En ik ben er nu al benieuwd naar. Maar wat ik alvast gedaan heb, een leuk rolgordijn naar beneden gedaan. Want een beetje richting dadelijk bed in te gaan. En lekker slapen. Ik ga een paar minuutjes lekker al in de richting bed. Maar... ga ik eerst dingen doen achter mijn computer voordat ik dat ga doen. Dus ga ik nog even filmpjes kijken en dan lekker mijn bed in. Dus laten we dat daar klaar voor maken. En, misschien even heel gewoon nu even YouTube kijken en in bed ga ik verder een filmpje kijken dan. Maar eerst even dan YouTube. En ik heb lekker water, het lekkerste wat er is. Ik ken nog iemand die het water lekker vindt. En koud water vind ik wel de lekkerste. Vooral als het lekker warm is geweest. En dat is gewoon het lekkerste wat er is eigenlijk. Koud water die echt heel erg koud is. En die bak yoghurt heb ik al op. Niet lekker. Oh, dat is ook even lekker een wasje gedaan. Ik zat net naar een was kijken en dacht... Wauw, heerlijk. Geen was meer. Dat is gewoon heerlijk. En... wat ik morgen trouwens ook binnenkrijg, heeft iets te maken met dit. Ja. Maar nogmaals, dit heb. Wat hiermee gaat gebeuren met deze camera, kan ik jullie al vertellen, is dat ik hem laat zitten hier nog. Als ik goed zeg, hoe heet het ook weer, joh. Ja, Sander. Kom, leg eens even een puntje van je tong. Licht puntje van je tong. Verzekering. Hier is hij nog verzekerd. Hij is nog verzekerd. Dus... dat tekent dat ik hem kan laten maken. Maar ik heb ooit, vroeger, ik weet niet of jullie vlogs hebben gezien, of een keer gezien heb, dat ik richting Stolwijk ben geweest. Toen is aan de onderkant, en dat was op, in mei,
Dus over een paar jaar, het is wel een jaar geleden dat het gebeurd is in ieder geval. Maar toen is mijn camera kapot gegaan aan de onderkant toen. Dat was de eerste wat echt officieel, ik weet niet of je kunt, nee het is te donker. Maar dat was de eerste officieel, zo, eerste officieel dat iets stuk ging. En dat onderdeel heb ik nog steeds, dat wel. Maar wat ik ook kan zeggen is, dat ik wel zonde vind dat het kapot is. Ja, maar nog erger vind ik, ik heb al een paar vlogs verteld natuurlijk. En dat begon hier. Hier hoort zo je simkaart in. Geheugenkaart bedoel ik dus. En dat pakt hij niet. En zoals jullie, dat is ook heel tijd geleden, is deze klepje kapot gegaan. Hier hoort daar een klepje nog. Ook kapot. Dat was de allereerste trouwens. Klepje ging kapot. En daarna de onderkant. Ja, dat is wel zonde. Dus. Maar ja. Wat ik al zei. Morgen komt er weer nieuwe. Eigenlijk ja. Dus camera komt een nieuwe camera binnen. Ja, ik kan niet wachten. Wat ik hiermee kan. Is ook wel tof. Ik heb een heel slim idee. En dat is deze batterij. Kan ik gewoon uithalen. Die kan ik gewoon gebruiken weer. Hopelijk. Want ik weet niet of het me erg is als die leeg is. Dan kan ik deze gewoon gebruiken. Ik ga het even gewoon in ieder geval proberen. En we gaan kijken. Dus we gaan dat zien. En ook dat dit wel kan. Ik ga er wel vanuit. Volgens mij heb ik het verkeerd ingedaan. Lekker handig zonder. Ik heb natuurlijk deze chocola gehad. Maar ik zit te kijken ook. Er zijn 6 verschillende smaken. En ik hoorde al iemand zeggen. Ze kijkt mijn vlogs denk ik wel. En die zei. Groene dacht ik. Wacht. Klopt dat? Zei ze in de groene? Was dat de groene of niet? Amandel zeezout. Ja. Dat is die groene. Dat die heel erg lekker is. Maar ik ga dan morgen. In de vlog. Laten zien, want nu is het er wel veel bij te laat, vind ik. Dan ga ik laten zien welke ik lekkerste vind van deze 6. Dat ga ik een keertje doen. En dat lijkt me een echt leuke video voor te maken. Dus dat ga ik morgen doen. Ik ga deze 6 morgen allemaal proeven. Want het zijn melk, karamel, melk, magie en amandel, zeezout. Melk hazelnoot. Nou, dat is dan bij mij goedgekeurd. En puur 70%. Oké. Over puur gesproken. We gaan het gewoon proberen. We gaan het zien. Jullie gaan mijn reactie morgen zien. Dan gaan we dit allemaal morgen doen. Maar ik ben natuurlijk al begonnen. Ook al met deze chocola. Daar ben ik nu al mee begonnen. En letterlijk. In 1 dag heb ik alle hazelnoot opgegeten. Dus alle hazelnoten zijn op. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe het sowieso even. Blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En het zou ook niet tof zijn als je hier beneden een reactie achterlaat. En dan zeg ik hierbij. Goed nieuw vlog. Om 1 uur. En dan zeg ik hierbij. La. Dus. Zo irritant en het kriebelen. Dus wat ik nu ga doen.